Ik werk met fietsbinnenwanden, eigenlijk al heel lang. Ik heb ook een jurk gebreien met fietsbinnenbanden. De fietsbinnenband komt eigenlijk een beetje doordat ik heel erg van fietsen hou. En vaak lekker banden tegenkwam en op een bepaald moment vond ik het materiaal fijn om mee te werken. Dus ik ben een onderzoek gaan doen naar het materiaal en wat ik allemaal met het materiaal kan doen. Het knippen en het bewerken van het materiaal is heel soepel materiaal. En het geeft me heel veel rust om ermee te werken. Op het moment dat ik ermee bezig ben, dan krijg ik ook nieuwe ideeën voor nieuwe werken. Ik heb bijvoorbeeld hier, daar ben ik bezig met een schilderij en dat heet Bokland. Het turflandschap heeft heel mooie kleuren. En ik ben ook buiten, dus in de natuur, ben ik daar gaan zitten en heb ik een aquarel gemaakt. Wat ik dan doe is, ik knip strips van het rubber. Dat wind ik om een fles heen en dan ga ik het schilderen. En vervolgens strek ik het zeg maar, op een schilderij en gebruik ik het, zeg maar, de aquarel als de kleuren voor het werk. Rijen heb ik ermee gedaan, en, maar ook tractorbanden en die op gespannen, waardoor je een bepaald patroon krijgt. Dit is zo'n fles en dit is het werk dan ook. Dus je ziet ook dezelfde, door het erop winden en het schilderen en het er weer afhalen krijg je dus dat de fles hetzelfde kleurenpatroon krijgt als het werk. Dus de flessen zelf zijn ook heel leuk om te... Die horen ook een beetje bij. Ja, en in de expositie die ik hier gedaan heb, in de Galerie Het Grote Glas, heb ik speciaal voor de muur zelf heb ik dit werk gemaakt. Dus de waterval heet het. En, ja, dat is gewoon ontstaan door om te kijken wat ik hier in deze ruimte kan doen, zeg maar. Ik was bezig met die grotere ballen, maar toen zag ik ook dat kleine balletjes zijn ook heel grappig. En het zijn eigenlijk een beetje speelballetjes. En, de inspiratie daarbij was mijn opa, die een neus gebroken had omdat hij zo'n balletje over een schuur heen had gegooid. En die kwam terug en knalde tegen zijn neus en dan had hij zijn neus gebroken. Dus dat is de inspiratie bij dit ding. Deze expositie is vanuit Ierland opgestuurd naar Nederland. En dus dat duurde nog een aantal dagen. En toen ben ik gewoon in de galerie begonnen met die waterval dus te maken. En vervolgens met de ventieldopjes ben ik een installatie, zeg maar, gaan maken hier op de vloer. En de Ierse patroon komt natuurlijk voort uit inspiratie van de Ierse Keltische tekens. En ook dit is een ding wat gewoon verder kan groeien. Maar voor mij was op dat moment het gewoon af, zoals het nu is. Zoals het er nu uitziet, is het, zeg maar, af. En hier heb je dan een mat. En bezoekers in de galerie kunnen gewoon een stukje verder haken, want het is een haakwerken. Doen ze dat ook? Ja, er zijn wel een aantal mensen die gewoon even de steek geprobeerd hebben. En die kunnen die steek dan ook. Ik heb even wat uitleg gegeven, maar toen ging ze er wel even mee verder. Sommige werken zijn echt gewoon puur en alleen de waardering van het materiaal. En die vind ik ook wel heel sterk, zeg maar. En dit is bijvoorbeeld een patroon ontstaan door puur en alleen gewoon een band en het materiaal zelf. Ik heb ook stoelen en een bankje ingepakt en het materiaal krijgt daardoor een nieuwe betekenis. Want dat is een klein, het eeuwig wandelende mannetje. Dat is een stukje van een oude lamp. Dus dat heb ik dan weer gevonden ergens. En op het moment dat je dat inpakt, ontstaat er een nieuw beeld. En ik ben nu bezig met een stuk kachel van ijzer. En dat ben ik aan het inpakken. En ik zie al, dat wordt een soort masker. Dus als ik het ophang en ingepakt en dan misschien schilder of niet, dan krijg je een soort masker. Dus je transformeert het om... Ja, het krijgt iets nieuws. Het wordt een nieuw ding. Het wordt weer hergebruikt en het wordt een beeld. Er zijn een aantal dingen die ik door deze expositie weer geleerd heb. En daar ga ik nu weer mee aan de gang en daar ontstaan dan weer nieuwe beelden uit.